Hoi allemaal, goedenavond. Het is donderdagavond en ik begin alvast met de vlog. Wat zit maar haar wild. Bij onze nieuwe klok. Het is nu 7:30. Dit is een nieuwe klok. Sven is nog niet helemaal enthousiast, maar ik vind hem prachtig. En hij was maar 6 euro bij de Wiora. Ik dacht ik begin gewoon alvast, want Niels is uit logeren. Die hebben we vanmiddag hebben mijn schoonouders hem opgehaald. En wij zijn nu alleen thuis. Ja. Sven is zijn spullen aan het pakken, want die gaat ook weg. Maar dan morgen. Ik loop een beetje gek, want ik wil wat laten zien. Ik heb namelijk een probeerseltje gemaakt. Wacht, ik ga het even laten zien. Dit zijn spring rolls. Die eruit halen en een beetje klem. Met allemaal groenten erin en glasmie. Linda TV. Via Linda TV kijk ik Linda Lijnt. En daar hebben ze ook allemaal hele leuke receptjes met weinig calorieën. En ik word daar helemaal vrolijk van. Ook de manier waarop ze het hebben gefilmd en zo. Het is gewoon in een minuutje of zo zie je dan een gerechtje. En het zijn hele leuke dingen, waaronder deze. Oh, dit moet ook nog even doen. Wortels. En het is echt super simpel. Dus ik ben heel benieuwd, want het is dus ook lactosevrij. Voor mij niet heel onbelangrijk. En ja, weet je, soms dan wil je wel eens iets anders te snacken hebben. Dus... En nu, omdat Sven niet helemaal blij was met het klokincident, heb ik... Wat zeg je? Niet helemaal geïnformeerd. Heb ik dit... Even laten zien. Dus ik heb Sven's lievelingsijs, stracciatella en citroen. En voor mezelf heb ik chocola en meloen. Waarbij ik nu zit te bedenken dat chocola natuurlijk niet lactosevrij is. Maar goed. Dus dat gaan we even eten. Cheers! Dat was lekker. Ik moet zo lachen. We hebben onze buren hebben twee katten, nieuwe katten. Die mogen dus op het balkon. En midden is het helemaal gebiologeerd. Maar die andere kat ook, die zitten met z'n tweeën zo de hele tijd naar midden te kijken. En midden zit helemaal wil te doen. En met haar staarten te twirlen. En nou ja, kopjes te geven en te doen. Soms denk ik dat midden graag een kattenvriendje wil. Het ziet er zo schattig uit. Vanavond is mijn guilty pleasure avond, want het is tijd voor Temptation Island, yes. En Are You The One, dus dat zijn echt mijn guilty pleasures, die vind ik fantastisch. Morgen moet ik zoals gewoonlijk werken. En s'avonds eet ik even bij mijn ouders en zaterdag is het Glamour Day, dus dan ga ik met mama even shoppen. En verder nog niet zoveel. Ik had nog gekeken of ik even een bolletje kon doen met vriendinnetjes. Maar die konden allemaal niet. Ik was ook een beetje laat met dit idee. Dus ik ga gewoon lekker vrijdagavond lekker niks doen. En zaterdag natuurlijk eerst zoomen en dan de shoppen. En dan zaterdagavond komt Sven thuis. En zondag gaan we of Sven Niels ophalen. Moeten we even kijken. Nieuwe kussens. Deze mooie lichtroze kussens. En ook dit. Pretty. Sven vindt allemaal een beetje te girly, maar ik word heel blij van. Het is gewoon een beetje lente en dit is ook natuurlijk helemaal een trendkleur, dus ik word er heel blij van. Nu ga ik mijn make-up eraf halen en lekker bank hangen. Yes! Nou, Temptation Island is afgelopen en ik zit nu nog het laatste stukje van Are You The One te kijken. Nee, dat grapje, dat is ook al afgelopen. Zo, goedemorgen, zit er ridiculousness te kijken. Ik vind Sven fantastisch. Dan ligt Sven echt op de grond. Van het lachen. Ja, het was weer heerlijk. Jeetje, ik heb echt nog nooit zo'n Temptation Island seizoen gezien. Dit was echt niet normaal. Maar goed, het zal wel allemaal nep zijn. Maar dat maakt niet uit. I love it. Het is nu 22:41. Dus we gaan nog even Ridiculousness afkijken. En dan ga ik lekker in bed liggen. En dan nog eventjes een beetje op mijn telefoon of zo. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vrijdag en ik zit aan het ontbijt in alle rust. Het is zo bizar dat je voordat je kinderen hebt echt niet beseft hoeveel
rust en tijd je voor jezelf hebt. En dat je dan denkt, hoezo haasten naar je werk? Je hebt zoveel tijd. Terwijl voorheen dacht ik echt, nou hop, 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 hop. Ik weet ook niet, dan doe ik het nu blijkbaar 100 keer zo snel of zo. Ik heb geen idee. Kriebels. Maar dat vind ik wel grappig om te beseffen. Ik ben voor mijn standaard casual Friday outfit gegaan. Mijn nep leren broek van Stradivarius en dit blouseje van 5-2-1. En ik doe zo nog gimpjes aan, denk ik. Of hakken, maar ik denk gimpjes. Gimpjes. En ik zat te denken, misschien begin ik gewoon wel lekker thuis. Daar heb ik eigenlijk wel zin in. Gewoon, ik moet een stuk doorlezen voor een presentatie. Ik moet nog stukken voor het MT maken. Dus ik dacht, ja, dan kan ik allemaal daar eens doen. Maar dat kan ik veel beter. Hier dus op zich vrijdag heel rustig. Maar ik denk dat ik gewoon pas ga als ik een afspraak heb. Nou, de werkdag zitten we op. Weekend. Jee, ik ben nu bij mijn ouders. Dus je ziet andere setting. Wijntje. Olijfjes. Het weekend kan beginnen. Sven die is net naar Gent vertrokken, want die gaat morgen de Ronde van Vlaanderen fietsen. En ik ga lekker bij mijn ouders eten. En Niels is bij opa en oma. En ik kreeg al een leuke foto in de, hoe heet het, kinderboerderij. Dus nou, dat gaat helemaal goed. Dus ja, ik ga even lekker eten. Ik zal misschien zo nog even filmen als ik niet vergeet. Mijn lievelings, beef stew pepersaus. En dan hebben we nog een salade. En dan komen zo nog frietjes aan. Nom nom nom. Zo, goedenavond. Als je denkt, wat ziet ze eruit? Ik heb net mijn haar gewassen. Ik had zo zin om gewoon even lekker lang te douchen. Maskertje in mijn haren. Daarna nog een masker op mijn gezicht. Vandaar. Het is nu 10 uur. Ik moet nog even het een en ander inscannen. Want dit gaat even los. Want we gaan op vakantie. Of tenminste op vakantie. We gaan een, ja, op vakantie. Een weekje weg met mijn ouders. Van de zomer, super gezellig met niet alleen mijn ouders, maar ook mijn broertje en zijn vriendin. En mijn oom komt nog en nog een andere vriend van mijn ouders, dus super leuk. Maar dan moeten we een soort huurcontractje voor inscannen. En ik zei, joh, dat doe ik wel eventjes, dus dat moet ik eventjes doen. En dan ga ik gewoon een grote bak thee. En dan ben ik nog even in twijfel, want ik dacht, ik ga Super Shore kijken. Ik zit nu eventjes naar het beeld te kijken, maar het is in het Spaans. En ik weet niet of ik daar de kracht voor heb. Dat is een heel spannende televisie. Dus dat weet ik nog niet. Misschien dat ik nog even aan de site ga. Misschien dat ik gewoon lekker een blad ga lezen. Of iets anders ga kijken. Ik weet het niet. Maar het maakt niet uit. Nou, Sven die is aangekomen. En ze zitten in Gent. Is het volgens mij. Maar ze zitten in een... ja, ik heb dat voor ze geboekt. Ik ben altijd een beetje degene die dit soort dingen regelt. Net als dat huisje is met mijn ouders. Ik weet niet, het is een van mijn talentjes is dat ik dat soort dingen altijd heel leuk vind om te organiseren. En schijnbaar ook wel oké kan. En ze zitten nu in een soort indoor camping. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar het is volgens mij een soort oude loods. En die hebben ze omgetoverd tot een soort camping waar allemaal caravans staan met allemaal een thema. Dus zij zitten in Hawaii, maar je had ook van alles en nog. En zij hebben Hawaii met allemaal surfplanken en zo. En vanuit daar gaan ze dan morgen beginnen met de Ronde van Vlaanderen. Niels heb ik niets meer van gehoord, maar dat zal allemaal wel goed gaan. Mitt is in ieder geval heel blij dat ik alleen in de house ben. Die is helemaal wild. En ja, ik ga gewoon nog even lekker genieten van mijn avondje. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben wakker. Ik ben best wel gaar eigenlijk. Ik weet niet waarom. Ik ben echt super moe. Terwijl ik gewoon prima heb geslapen. Het is nu 9:10. Handig zo'n klokje, joh. Sven. ja, ik weet niet, maar echt heel gaar. Ik voel me bul. Maar ik ga lekker ontbijten. Het is eigenlijk een beetje laat, want ik moet dus over een uur ben ik al aan het sporten. Meestal eet ik wat eerder, maar goed, het is wat het is. Ik ga even een ontbijtje maken en dan sporten. Zumba. Sven belde op het laatste moment nog. Dus nu moet ik...
ik snel mijn schoenen aandoen. Ik heb dit truitje aan. Volgens mij is het van Primark, weet ik niet meer zeker. Mijn broek is in ieder geval van Primark, deze. En mijn Nikes. En Sven fietst in zijn eentje. Hij zit nu op 80 kilometer. Ondertussen mijn jas pakken. Hij zit nu op 80 kilometer. En bij 40 kilometer was degene met wie hij fietst, een vriend van hem. Die trapte iets kapot. Ja, vraag mij niet wat, maar iets kapot is een fiets. En die kan dus niet verder. En Sven is dus nu alweer 40 kilometer verder. En die jongen staat dus nog steeds op diezelfde plek. En is nog niet opgehaald. Dus dat is wel heel fijn. Not. Maar goed, hij heeft het verder wel naar zijn zin. Hij vindt het helemaal fantastisch. Alleen het is jammer dat ze het niet meer met z'n tweeën zijn. Holle holle, want ik ben dus een beetje laat. Shoppen. Oh, mijn camera. Oh, wauw. Ik wil zeggen, ook mijn camera meenemen. Die heb ik in mijn hand. Yes. En een hotdog. Ja, dat past. Deze is wel heel leuk, maar ik heb ongeveer dezelfde en net iets ander blauw als hier. Ik kan het proberen, maar deze vind ik wel cute. Ik hou van dit soort dingen. Nou, dit is echt verschrikkelijk. Doe maar niet. Zo, ik ben net thuis, hè, mittens. Hou je eraf? Het is laat. Het is 6:15. Oh. Het was heel gezellig. Oh, het touwtje van mijn ding. Maar ik ben gebroken. We hebben heerlijk geshopt. Het was ouderwets. Vroeger deden mijn moeder en ik dit bijna elk weekend. Gewoon, nou niet per se helemaal shoppen of zo. Maar wel altijd gewoon even lekker. Hey, middens. Altijd even lekker de stad in en een beetje lunchen, een beetje bijkletsen. Nou, tegenwoordig zien we elkaar meer vanwege Niels. Maar we passen natuurlijk ook op. Ja, het is natuurlijk altijd anders dan... Oh, met een springdrol enthousiast op mijn buik. Maar het is natuurlijk heel anders met Niels erbij. En nu heb je gewoon meer tijd om gewoon te kletsen en zo. We hebben gewoon lekker geshopt, leuke dingen gekocht. Ik ga even een shoplog opnemen. Maar het meeste zag je al wel voorbij komen hoor. Nog een jas. En nog een shirtje. En ik kan verder niet meer nadenken. Ik heb net nog 8 BH's gepast bij de Hunkemuller. En 0 waren goed. Vrees, ik heb echt een hopeloze BH-maat. En ik heb 1 hele fijne van de Hunkemuller en daar wil ik eigenlijk meer van, maar die hebben ze niet meer. Dus. Sven heeft het gered. 120, 140, 140 kilometer volgens mij, mijn hoofd, 140 kilometer. Helemaal gesloopt. De vriend met wie die was had na 40 kilometer al een zodanige beschadiging zeg maar, aan zijn fiets dat hij niet meer verder kon. Dus Sven moest vervolgens gewoon alleen. Dus die heeft de andere 100 kilometer in zijn eentje nog gedaan. En hij kreeg ook nog pech onderweg. Vraag me niet wat, want hij heeft het gezegd, maar ik snap er niks van. Maar dat is onderweg nog gerepareerd. Dus heeft hij heel veel geluk mee gehad dat dat nog kon. En die vriend van hem had trouwens met 30 kilometer al een lekke band. En dus met 40 kilometer stopt ze hele fietsje mee. Nou, en Sven heeft het dus helemaal uitgereden. Dus die is wel helemaal gesloopt. Maar ik zei, we gaan echt even daten vanavond. Want het is al zo lang geleden. Dus ik denk dat we hier even gewoon in de buurt ergens even een hapje gaan eten. Of ergens een drankje. Maar hangt een beetje vanaf hoe laat hij thuis is. Hij zit nu in de auto. Ze waren nu bijna bij de grens. Met Nederland. Ik wil eigenlijk nu nog even een shoplog opnemen. Heel ambitieus. En dan ga ik op de bank ploffen en niks doen. Yes. Maar het was wel echt een lekker dagje. Maar ik ben helemaal gesloopt. Ik ben niet meer gewend. Okay. Daar zit onze held van de dag. De blaren staan op zijn handen van de kasseiers. Dan. En we
gaan nu eten. We beginnen met courgettesoep aangeraden door mensen die we kennen. Dus wel, meteen. Eet smakelijk. Pasta. En pasta. Smakelijk. Wij zijn weer thuis. We hebben heerlijk gegeten. Ik zit echt bomvol. We wilden eigenlijk nog wel een toetje, maar dat ging niet passen. En nu is het 22:50. Dus nou, Sven is echt gebroken. Die kan helemaal niks meer. Dus ik denk dat we gewoon lekker rustig aan op bed gaan liggen. Dan ga ik nog even een serietje kijken of zo op tablet of nog iets op tv. Ik weet het niet. En dan, uitslapen morgen en dan de kleine man weer ophalen. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is zondag en Sven en ik zijn wakker. Het is 9 uur. Ik ben al wel een tijdje wakker. Sven is net wakker, maar ik ben ook pas net op bed. Ik heb gewoon lekker filmpjes zitten kijken. En Sven heeft gisteren een of andere recovery shake gehad. En hij denkt dat het een wondermiddel is, want hij kan zich nog bewegen. En dat had hij niet verwacht na zijn barre tocht van gisteren. Vandaag gaan we nieuws ophalen. We moeten nog even bedenken hoe. Want zeg maar, nu is dan de Ronde van Vlaanderen zeg maar, voor de professionals. Dus dat wil Sven natuurlijk graag zien. Het is Ajax Feyenoord. Dat is een redelijk belangrijke wedstrijd. En natuurlijk nieuws ophalen. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan combineren. Huis me nog een beetje aan kant. Het is niet heel veel werk. Ik heb nu het beddengoed in de wasmachine zitten. Ik ga nu mijn HIIT workout doen. Ik denk dat ik even iets minder heftig ga doen dan normaal. Ik heb een beetje last van mijn rug. En aan de site. Dat moet ook echt gebeuren vandaag. Maar goed, ik hoef natuurlijk niet dat hele fietsen en zo. Dat kan van mij een beetje gestolen worden. Ik zal wel even kijken wat Sven aan ontberingen heeft gehad. Maar goedemorgen middens. Toch altijd een beetje een loco momentje. Dus heb ze heerlijk bij ons slapen en wittens. Weirdo. Aangekleed, opgemaakt. Mijn haar is een beetje fluffy, maar goed. Maakt niet uit. Het nieuwe shirtje aan. Dezelfde broek als ik gisteren aan had van de Primark en Nike's. En ik ga even een deel van de boodschap doen. Sven is nu naar de Lidl en ik ga naar de Albert Heijn. Goeie verdeling. Het is nu 12 uur. Het is echt super lekker weer. Dus ik moet heel snel mijn klussen doen. En dan hoop ik dat ik in de zon mijn dingen kan gaan bewerken. Mijn filmpjes kan gaan bewerken. Yes. Hey, mittens. Volgende was zit erin. Let's go, let's go. Actie, actie. Boodschappen gedaan. Nu even boodschappen uitpakken. Zo, mijn tas. En in mijn rugzak. En er werd om een legitimatie gevraagd. Yes. Volgens mij, vervolgens schaamde dat meisje zich dat ze het aan me had gevraagd. Ik zei, nee, je maakt mijn dag. Ik voel me 10 jaar jonger. Helemaal goed. Ik zeg, ja, we zijn wat strenger tegenwoordig. Nou, dat vind ik ook heel goed. Maar goed, ik ben 32, dus... Goed, daar kan ik weer dagen op voort. Nu Sven en ik hebben allebei lunch meegenomen. Zo sociaal zijn we alweer. Dus nou, lekker lunchen. Lunchen. Dit is lactosevrij Philadelphia met verse biesloop. En gewoon een groene sla met dressing. Super zin in. Nom nom nom. Het is nu 1 uur. Ik ga even eten en ondertussen ga ik iets van YouTube kijken of Netflix of zo. En dan ga ik daarna... opruimen, afmaken, want het is hier echt een rotzooi. En dan ga ik zitten en ik hoop in de zon dus. En dan lekker aan mijn filmpjes werken. Sven is net vertrokken, dus die gaat Niels ophalen. En dan, jezus, de kleine man straks weer thuis. Maar dat duurt nog wel eventjes, want ze gaan dus eerst... gaat Sven Ajax kijken en fietsen en zo. En, ja, ik ga lekker in alle rust eten. Lekker is dit. Even in de zon. Even opwarmen. Heerlijk. Huisje schoon. Kaasje erbij.
Remedens. Ja. Voor Niels aan het koken, aardappeltjes in een soort frietvormpje en een beetje vlakkelachtige balletjes. En worteltjes in de vorm van frietjes. Ken je dat je altijd te veel maakt voor de kleine? Want dit krijgt Niels natuurlijk van zijn levensdagen niet op. Dus nou ja, goed, dat kunnen we er twee keer mee doen. Maar ik doe dit dus altijd, denk ik. Ja, eerst was ik, moet ik toegeven, ook van hem alleen worteltjes te moeten. Ah, doe wel een aardappeltje. Toen werden het twee aardappeltjes. En nu zeg maar dat het wel te veel is. Oeps. Dat is trouwens nog een tipje. Wij beginnen altijd met de groenten. En dan krijgt hij daarna de rest. Want dan eet hij de groenten als hij het meeste honger heeft. En dan eet hij dat het makkelijkst. Hij eet in principe alles. Maar hij heeft natuurlijk wel een voorkeur voor vlees en aardappels. Ja, even een prikken. Dus we beginnen met de frietjes. Ja. 1, 2. Hopla. Oh. Ik moet niet een beetje helpen met prikken, maar dat is natuurlijk lastig bij frietjes. Lekker, hè? Pizza. Nom, 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 nom. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo. Klaar met de site voor vandaag. En we gaan nu lekker bed opmaken. En dan lekker in bed Homeland kijken. Dus dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Zo verlicht, hè? Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ja, ik zie jullie volgend weekend in ieder geval weer. En misschien een extra video op woensdag, dat weet ik nog niet. Het is trouwens nu 9:45. Leuk hè, zo'n klok. Ik ben er heel blij mee. Doei!